Wat maakt u nou het politiek talent van het jaar? Nou, dat heb ik mezelf ook wel even afgevraagd. Er zijn een hoop talenten in de raadzaal, dat zo en zo. Maar ik denk dat deze verkiezing toch ook een beetje gaat dat je het verhaal kan brengen. Dat je het uit kan leggen zodat mensen het begrijpen. En dat dat een van de dingen is die hier in deze verkiezing goed scoort. Ook zoals Mario net al aanhaalde. Het gaat erom dat je het verhaal van de raad en de raad in het positief in de aandacht kan brengen. En ik denk dat sowieso alle kandidaten die hier vanavond gestaan hebben, dat aardig lukt. Ja. Maar waar blinkt u in uit? Waarin bent u beter dan uw tegenstrevers? Nou, wat ik voor mezelf probeer, is dat gewoon elke avond als ik van huis ga naar de raad en als ik terugkom, dat ik mezelf toch even in de spiegel aankijk van ja, wat ik nou vanavond ga zeggen of wat ik vanavond gezegd heb. Zou ik dat nou 6-7 jaar geleden, toen ik helemaal niks met de raad deed, zou ik dat gepikt hebben? Is dit uit te leggen? Ik denk, zolang als je die vraag kan beantwoorden, dat je dicht bij jezelf blijft, dat je het heel goed doet, dan breng je iets echt vanuit jezelf. Heeft dat ook te maken met communicatieve vaardigheden? U kunt uw boodschap goed verkopen? Ik denk wel dat dat er echt mee te maken heeft. Want als je geweldige ideeën hebt, maar je kan ze niet meekrijgen. Ja, politiek en een stad verder meebouwen is toch een teamsport. Als jij niet in dat team kan werken, als jij niet met anderen kan werken, als je mensen niet kan bewegen om mee te denken, ja, dan is het heel lastig om iets te bereiken. Ik ben nog jong, zit nog niet lang in de raad. Wat is nu toch in die korte periode uw belangrijkste wapenfeit geweest? Nou, ik denk echt concreet een van de laatste dingen die gebeurd is, ook vanavond al aangehaald, hè, die bomenmotie. Iedereen denkt altijd over de VVD, van joh, die zit alleen maar op verkeer en alleen maar op economie. Maar juist die bomen, dat we daar nou de komende periode, de komende tijd eens mee aan de slag gaan. Dat enorme mooie bomenbestand van Eindhoven, om dat in stand te houden. Hè, want een van de zaken die we al hebben, vind ik iets heel erg moois. Iets heel erg misschien atypisch VVD, maar wat we toch maar voor elkaar hebben gekregen. Wat is nou een goede reden om ook op u te stemmen, de komende verkiezingen? Waar gaat u zich zeker hard voor maken de komende jaren? Nou, een hele hoop zaken. Ik zat tot nu toe in de commissie Ruimte en Vastgoed. Ruimte en Vastgoed, ontzettend belangrijk, zit een hele hoop geld. Maar waar ik de komende periode ook wel graag naartoe wil, is een stukje veiligheid. Eindhoven heeft lang de naam gehad van de onveiligste stad van Nederland. Daar zijn we nu gelukkig vanaf. Maar er is nog een hoop te verbeteren. En daar wil ik me graag voor inzetten.